Beste studenten, welkom bij deze video. In deze video gaan we eens kijken of we een notebook als router kunnen installeren, zodat we de Raspberry Pi via een netwerkkabel aan de notebook toegang kunnen geven tot internet. Waarom gaan we dat doen? In de vorige video over de Raspberry Pi heb ik jullie laten zien hoe je van afstand zonder een monitor of toetsenbord aan te sluiten een Raspberry Pi kunt installeren. Het enige wat je daarbij nodig had was een internettoegang via een kabel, via een ethernetkabel, om zo verbinding te kunnen maken met die Raspberry Pi op afstand. En dat is een hele goede optie als je thuis zit. Bij ons op school hebben wij alleen maar toegang tot een wifi netwerk en hebben wij geen bekabeld netwerk liggen. En vandaar kun je de oefening die wij in de vorige video gedaan hebben niet goed uitvoeren op school. En we gaan nou eens proberen of wij onze notebook als router kunnen inzetten, zodat we via de notebook, via zijn wifi toegang die hij al heeft, of we dan de Raspberry Pi op de notebook kunnen aansluiten en zodoende ook die Raspberry Pi internet toegang kunnen geven, zodat we die Raspberry Pi ook weer op afstand kunnen gaan overnemen. Nou, wat heb ik daarvoor nodig? Dit is een beetje de tekening die we gaan maken. Raspberry Pi uiteraard, die krijgen jullie. Die gaan we met een ethernetkabeltje verbinden met de netwerkpoort, met de ethernetpoort van onze notebook. En onze notebook heeft waarschijnlijk al een wifi-verbinding met ons netwerk, zodat we toegang hebben tot internet. Dan zullen we van die notebook een soort routertje moeten gaan maken. En dat hebben we al een keer gedaan. We werken namelijk met pfSense in VirtualBox. En dat is eigenlijk een router. En diezelfde techniek gaan we nu toepassen om dit voor elkaar te krijgen. Dus wat gaan we dadelijk doen? We gaan in VirtualBox die router, de WAN-poort van die pfSense, die gaan we koppelen aan de draadloze netwerkkaart van onze notebook. De LAN-kant, de tweede netwerkkaart van die pfSense, die gaan we koppelen aan de ethernetpoort op onze notebook. En we gaan die in VirtualBox gaan we dat aan elkaar koppelen. En dan gaan we eens kijken of dat werkt. Wat ik daarvoor eerst nodig heb, is natuurlijk een pfSense in VirtualBox. En die ga ik dus heel even installeren. In de vorige video's heb ik een oudere versie van pfSense geïnstalleerd. En er waren een aantal vragen over. Er zaten verschillende andere opties in. Dus ik ga even de nieuwe installeren. Nieuw. Dat was een pfSense voor Raspberry Pi. En je ziet al, zodra ik pfSense intik, zegt hij al, hey, het is waarschijnlijk een Linux machine. Dat klopt inderdaad. En we hebben altijd geleerd, die zetten we even op other Linux, 64 bits. Daar werken we mee. Volgende. Geheugen, 512 MB is in principe genoeg. Ik zal hem iets meer geven. 1 gig. Volgende, een nieuwe virtuele harde schijf gaan we aanmaken. 8 gig zou genoeg moeten zijn. Een harde schijf staat standaard ingesteld. Aanmaken. Wat we nu gaan doen, is als eerste die netwerkkaarten koppelen. En dat doe ik via instellingen. Netwerk. Adapter 1. Normaal gesproken koppelen we die aan NAT, zodat we een internetverbinding krijgen. Thuis zal dat waarschijnlijk zo gaan werken. Echter bij ons op school
gaan we die eens even bridgen met de wireless kaart die in jouw notebook zit. En ik ga er ook nog voor zorgen dat ik alles ga toestaan. Al het netwerk verkeerd wat over die kaarten gaan lopen. Zowel over deze netwerkkaart van VirtualBox als mijn eigen netwerkkaart. Ik ga ervoor zorgen dat ik alles daarin laat toestaan. De tweede netwerkkaart. Die ga ik toevoegen. Die ga ik ook bridgen. En die ga ik nog niet bridgen aan mijn wireless kaart, maar die ga ik koppelen aan mijn ethernetverbinding, mijn netwerkkaart, op mijn notebook. En ook hier ga ik eens even alles toestaan. Oké. Okay. Dus ik heb nog deze twee pijlen. Die heb ik nu gekoppeld. Eén kaart van de PFSense. Die heb ik gebridged op mijn draadloze netwerkkaart. Aan de andere kant. Die heb ik gebridged op mijn ethernetkaart. Van mijn notebook. Dat is wat ik nu gedaan heb. Nou, dan gaan we die Raspberry Pi nog even installeren. Dat gaat gelukkig vrij snel. Ik ga die PFSense starten en het eerste wat die zeggen is, ja, er zit geen besturingssysteem op. Want je hebt die machine net in elkaar gebouwd. Maar er staat nog geen besturingssysteem op. Dus we gaan eens even kijken. Dit was volgens mij die oude PFSense. Ik heb inmiddels een nieuwe gedownload. Dus die ga ik even zoeken. De PFSense. En volgens mij zitten wij inmiddels op de 2.6 release. Die ga ik koppelen. Die komt hier tevoorschijn. Die ga ik kiezen. Starten. Accept via de Enter-toets. Install de PFSense. Doe maar. Doe maar. En hier ontstaat het verschil in de vorige video. Ik ga nu optie 2 kiezen. De this setup using the BIOS boot method. Die gaan we pakken. En in de vorige versie konden we die optie niet kiezen en konden we meteen een enter geven. Dat is volgens mij het enige verschil bij de installatie ten opzichte van de vorige versie. Maar dat hebben jullie een keer gezien. De installation is finished. Wil je nog iets modificeren? Nee. Dat is al aangevinkt, dat is al blauw, dus ik kan gewoon een enter geven. En wil je nou rebooten? Ja, dat wil ik. Let op, bij die PFSense, zodra we dadelijk het schermpje van VirtualBox gaan zien, moeten we even de PFSense uitzetten. Nu dus. Even de machine uitzetten. Even via instellingen. Naar opslag. En ik moet nou even die ISO-file, dat installatiemedium, dat installatie-DVD'tje, moet ik nu verwijderen. Want anders blijft de PFSense dadelijk in een loopje zitten. En dan ga ik hem weer installeren. Dus dat wil ik nou niet. Oké. Okay. Starten.
En zoals jullie dadelijk gaan zien, zal die PFSense dadelijk aan de landkant, daar waar we de Raspberry Pi gaan aansluiten, altijd start met het IP-adres 192.168.1.1. Dat zien we hier aan de landkant. 192.168.1.1. Aan de wandkant heeft hij inmiddels een IP-adres gekregen van mijn eigen netwerk, omdat ik hem in bridge-modus gezet heb. En dan gaan we eens even kijken. De wandkant zegt hij nou 192.168.178. En dat zou wel eens goed kunnen kloppen. Als ik namelijk eens even een ip-config doe. Flash all in dit geval. Ah, en dan heb ik een heleboel netwerkkaarten. Veelal virtuele netwerkkaarten. Maar zoals je ziet, mijn wireless LAN adapter, die heeft het IP-adres gekregen 192.168.178.32. Hij heeft een subnetmasker van 3x255. Dat betekent diezelfde set in het netwerkadres, in mijn IP-adres, is het netwerk geworden. Dus ik zit op het netwerk 192.168.178. En mijn draadloze kaart, mijn wireless kaart, mijn wireless LAN adapter, die heeft de IP-adres 32 gekregen. En de PFSense zit in datzelfde netwerk, 192.168.179, en zit dus nu in datzelfde netwerk. De LAN-kant die bevindt zich nog steeds op 192.168.1.1. Nou, we gaan die eens even in de netwerktekening erbij zetten. Ik zet deze even een beetje aan de kant, zodat ik ze kan overschrijven. Wat is nu gebeurd? Hier gaat niet goed. Aan deze kant hebben we nu het IP-adres gekregen 192.168.178.89. Dat hebben we gezien bij de PFSense. Ik zal het proberen ietsje groter te maken. Dat is deze kant. En die zien we hier ook zitten. Bovenin bij WAN kan daar niet met mijn muis overheen omdat die zwaar is. Aan deze kant bij de WAN 192.168.178.89. Die heb ik hier onder geschreven. Die andere kaart, de wifi kaart van mijn eigen notebook, die heeft dit IP-adres gekregen. 192.168.168.32. Dus dat is een andere kaart. Een andere IP-adres. Dupliceren. Dus het IP-adres aan de notebookkant van diezelfde netwerkkaart is geworden, die eindigt op 32. Nou zien we ook in die PFSense dat de landkant, die zich ongeveer op deze hoogte bevindt, 192.168.1.1 gaat krijgen. Ik doe die ook even erbij.
hier in de BFSense, in VirtualBox, gaat hij het volgende netwerk krijgen. 192.168.1.1. Als je die PFSense standaard installeert, dan installeert hij ook al een DHCP-server. En dat betekent, hij wil dadelijk aan deze kant IP-adressen gaan uitdelen. Hoe gaat hij dan die IP-adressen uitdelen? Ja, via deze gebridgede vorm op de netwerkkaart gaat hij hier een netwerk uitdelen. Maar aan deze kant wil ik hier geen netwerk uitgedeeld hebben van die PFSense. Hij moet alleen een netwerk, een IP-adres gaan uitdelen aan die Raspberry Pi. Om dat nou voor elkaar te krijgen, zal ik mijn netwerkkaart van mijn notebook een adres moeten geven. En die zal ik handmatig moeten instellen. Dus deze kaart die op mijn notebook zit, die moet ik een vorm geven in dit netwerk. Dus die 1 moet hier weg, die mag ik niet meer gebruiken. Moet daar ergens een IP-adres gaan invullen. En omdat het kan, 252. 192.168.1.252, die ga ik handmatig instellen op de Ethernet kaart van mijn notebook. Nou, daarvoor open ik even de netwerkverbindingen. Want dit zijn al die netwerken verbindingen die voorbij zijn gekomen. Maar dit is mijn Ethernet verbinding. Eigenschappen. IP4, daar hebben we het nog steeds over, hè. En die staat standaard op DHCP, op automatisch. Voor deze oefening, voor deze exercitie wat we nu gaan doen, moet ik hem echter een IP-adres gaan geven. En ik heb net gezegd, dat is 192.168.1.252. En het subnetmasker moet 3 keer 255 zijn en een 0. 24 bitjes subnetmasker. En nou komt het. Ik mag nou geen gateway ingeven. Daar zit hem een beetje de truc. Dus ik ga hem alleen een IP-adres geven. En een subnetmasker. Dan zeg ik oké. Sluiten. En wat ik nu gedaan heb, is hier dit IP-adres toegekend aan die kaart. En op het moment dat dat gaat lukken, zal nou automatisch door die PFSense via de DHCP-server van het netwerk 192.168.1 zal nu mijn Raspberry Pi een IP-adres hebben gekregen. Maar ja, welk IP-adres is dat dan? Nou, dat gaan we even kijken. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Daar had ik een toeltje voor. En dat was die Advanced IP-scanner. En ik zit op het netwerk 192.168.1. Hieronder 192.168.1.1, 192.168.1.252. En mijn Raspberry Pi moet daar ook ergens een IP-adres gaan krijgen. Dat begint in ieder geval met 192.168.1. Maar wat die laatste punt is, dat weet ik niet. En we gaan proberen dat nu te achterhalen. Dus ik laat hem zoeken, 192.168.1.1 tot en met 192.168.1.254. Ga maar een scannen. Ik zal deze een beetje aan de kant zetten. Want als het goed is, gaan we nou namelijk ook dat IP-adres 1.1 en 1.252 gaan we ook tegenkomen.
Tenminste, als ik alles goed heb ingesteld. Daar komt de 1.1, die heeft hij nou gevonden. Dat is die PRS van mijn PFSense. Je ziet, hij heeft de 252 ook gevonden. Dat is namelijk het IP-adres van mijn netwerkkaart. En die 250 die is nog van vanmorgen, toen ik dit even getest heb. Dus die mag je even vergeten. Dan zie je ook een ander kleurtje bij staan. En, wat het belangrijkste is, die Raspberry Pi, die fabrikant, die is nu klaar met scannen, die Raspberry Pi, die heeft nou het adres gekregen 100. Uiteraard allemaal in hetzelfde netwerk, 192.168.1. Ik ga dit even kopiëren. Of dupliceren. En dan ga ik dit even erbij zetten, zodat ik dadelijk weet welke IP-adressen die dingen allemaal gekregen hebben. En deze hebben we gezegd. Was 100. En als nou alles een beetje fatsoenlijk werkt, dan kan ik niet mijn Raspberry Pi op afstand gaan overnemen. En heeft dat ding ook internet. Nou, dan gaan we kijken. Hè. Vorige keer hebben we gezegd van... dat doen we met die VNC Viewer. Die heb ik de vorige keer al aangezet. VNC Viewer. Ik ga verbinding maken met de 192.168.1.100. Hebben we net gezien hè, dat hij daar het IP-adres had. En ja, dan komt hij weer. Ik heb verbinding, maar je moet je aanmelden. En in de vorige video hebben we gezien de username Pi met het alom bekende wachtwoord Raspberry. Ik heb daar nog niks aan veranderd, aan dat wachtwoord Raspberry. Dus ik ga hem dat even, dat wachtwoord geven. En Raspberry, dat is het wachtwoord. Oké. Okay. En dit is nu mijn Raspberry Pi die ik heb overgenomen. En ik had hier al een schermpje klaargezet. Eens kijken we of we nou die PFSense kunnen pingen. Nou, dat gaat goed, hè? De vraag is, kunnen we ook www.ns.nl pingen? Kunnen we ook naar buiten? En werkt dan ook die DNS-server? Kijken of we kunnen pingen. En het lijkt erop dat we antwoord gaan krijgen. En dat zou betekenen dat we nu internet hebben. Dan krijgen we een reactie van buiten. In dit geval van ns.nl. Dat betekent dat mijn gateway goed staat en dat mijn DNS-servers goed staan. Ik heb dus nu een verbinding naar buiten. Nou, gaan we even kijken of dat ook echt waar is. Ik ga even die Chromium browser starten, die standaard op de Raspberry Pi staat. www.ns.nl. Dat kan nu even duren. Daar zal een lichte vertraging in gaan zitten. Want hij moet nou door mijn notebook heen. Om naar internet te kunnen. Maar zoals je ziet. Hij heeft nu internet. En dat is precies eigenlijk wat wij wilden. Ik sluit het even af. Wat wil ik jullie nog laten zien? Ik laat jullie nog één dingetje zien. Waar je kunt zien op die PFSense, hoe je daar nu kunt inloggen. Omdat we die netwerkkaarten gebridged hebben, kan ik nu op mijn eigen notebook, dus niks in VirtualBox of iets anders, op mijn eigen notebook heb ik nou een verbinding. Hebben we gezien.
Dit is die BF-sens hieronder, die 192.168.1.1. Maar omdat mijn netwerkkaart nu een IP-adres heeft dat in datzelfde netwerk ligt, 192.168.1.252, kan ik nu de webbrowser van die BF-sens gaan overnemen, die bij mij in VirtualBox draait. Nou, dat gaan we eens even doen. Dat hebben we nog niet gezien. Want ja, als ik normaal die BF-sens heb, dan zie ik alleen maar dit schermpje eigenlijk, hè. En dat is niet zo heel erg spannend. Daar zie ik niet zoveel aan. Maar dat ding heeft ook een webinterface. En dan hoef ik hierboven alleen maar het IP-adres in te vullen van die BF-sens. 192.168.1.1 hadden we gezien. Ja, hij is niet helemaal beveiligd, zegt hij. Nou, dat geloof ik wel. Ik ga toch maar door dan. Maar ik kom nu op die webinterface van die BF-sens. Van dit dingetje. Klein weetje, hoe moet je hier inloggen? Admin. Een paswoord is PFSense. Zoals de naam hierboven inzet. Allemaal kleine letters. PFSense. Als je dat nou niet weet of vergeten bent, kun je googlen. Standaard inloggegevens van PFSense. Sign in. Welkom to PFSense, zegt hij. Nou, even heel snel door dit minuutje heen. Ik ga alleen even kijken naar die DCP-server. Service. En je ziet wat je hier allemaal kunt instellen. Hè? Ga er maar eens doorheen als je wil. Maak je even naar de service, naar de DHCP server. Want dat is dat ding dat IP-adres uitdeelt. En hieronder, bij de range, zie ik nou dat hij begint uit te delen vanaf 192.168.1.100. Nou, laat dat nou precies dat IP-adres zijn van die Raspberry Pi. En hij moet stoppen bij 199. Het zou iets kunnen zijn wat in je IP-plan naar boven gaat komen. En vandaar ook heb ik net een IP-adres gepakt dat buiten deze range valt. Dus buiten de 100 en de 199. En daarom had ik voor mijn eigen netwerkkaart die 252 gepakt, want dan valt die mooi naar buiten. Kan ik ook nog zien welk IP-adres hij dan uit heeft gedeeld? Ja, bij de DCP-lease. En hieronder zie ik de lease 192.168.1.100 is uitgedeeld. En dit is schijnbaar dan het MAC-adres van mijn Raspberry Pi. Nou, hier wil ik het bij laten. Heeft lang genoeg geduurd. Hoe lang zitten we op? Ongeveer een half uurtje. Raspberry Pi overgenomen en internettoegang gegeven via mijn notebook. En ik heb mijn notebook in dit geval gebruikt als router om internetverbinding te geven aan die Raspberry Pi. That's it. Veel succes. En veel plezier. Ik zie jullie morgen weer.